Over 5 dagen mogen we naar de stembus om een nieuw Europees parlement te kiezen. Er zijn maar liefst 52 Gelderse kandidaten, maar leeft het een beetje in onze provincie? Wie gaat die verkiezingen winnen? Radboud Top noemt inzet.me op universiteit een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Welke universiteit stuurt nou politie af op hun vreedzame demonstranten? Wij vinden eigenlijk dat ze werk moeten gaan maken van onze eisen. Er moet een commissie komen die de banden met Israëlische instellingen gaat onderzoeken. En de vele regen nekt niet alleen akkerbouwers. Ook melkveehouders zitten letterlijk in de shit. Andere boeren willen nu geen mest afnemen. Door het natte voorjaar zegt hij van joh, maar ik wil helemaal geen mest. Of ik wil in ieder geval geen machines en trekkers op mijn land hebben. Want ik jaag mijn hele land kapot. Goedenavond. Volgende week donderdag zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. En het voelt misschien heel ver weg, maar Brussel bepaalt van alles dat ook belangrijk is voor Gelderland. Op de kieslijst staan 52 kandidaten uit Gelderland. Hoe gaan zij het verschil maken daar? We vroegen het aan 2 van hen. Hoi, goeiedag. We zijn van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Elmar Smit uit Arnhem staat op de kandidatenlijst van GroenLinks PvdA. De Arnhemmer deelt folders uit in de wijk Presikhaaf, waar hij opgroeide. Waarom wil hij naar Brussel? Deze poster die laat heel erg goed zien voor welke mensen ik naar Brussel wil. Ik weet heel goed voor wie ik het wil doen. Dat zijn werknemers. Zij verdienen meer bescherming en dat kan je vanuit Brussel fixen. Terwijl Elmar doorgaat met campagne voeren, laat Dorien Rookmaker van Meer Directe Democratie op het station van Arnhem weten wat haar speerpunt is. We willen graag een verbinding tussen alle Europese hoofdsteden. Want Europa, dat betekent dat je vrij kunt reizen door Europa en dat moet je dus ook kunnen doen. Want wat heb je aan een recht als je er in de praktijk geen gebruik van kan maken? Dorien wil dus dat hoge snelheidstreinen steden in heel Europa met elkaar gaan verbinden. Ze heeft er al een plan voor, inclusief kostenplaatje. Het is 200 miljard in totaal. De helft van het net ligt er al. De kostenprognose en het hele plan is getoetst door EY in opdracht van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft het inmiddels geaccepteerd. De Europese Raad heeft het inmiddels geaccepteerd. Dus het gaat er ook echt komen. Ja, de Europese verkiezingen zijn geen populaire verkiezingen. In 2019 ging maar 41% van de Gelderse kiezers naar de stembus. Hoe zal het deze keer gaan? Nee, ik ga niet stemmen. Waarom niet? Ik vind het niet belangrijk. Jazeker ga ik stemmen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Op de markt in Zevenaar weten veel mensen al of ze wel of niet gaan stemmen. Bij de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019 was de opkomst in de stad laag. Slechts 39% ging stemmen. Ze voelen zich niet echt Europeaan. En daar ga je er niet voor stemmen. Ze voelen zich Nederlander. Ze voelen zich misschien Gelderlander met een beetje geluk. Maar je ziet bij provinciale statenverkiezingen ook altijd al een lagere opkomst. En voor een gemeenteraad komen ze nog wel. Hè. Het is of dichtbij, of je land. Maar zoals iets als Europa, dat ligt gewoon te ver weg. Toch hebben we volgens de politicoloog Europa wel nodig. Netto halen we daar heel veel profijt uit. Niet alleen direct hè, aan geld, want direct kost het geld. Maar als je kijkt wat het opbrengt aan handel, en Nederland is een handelsland. Het levert miljarden op voor ons. Mij interesseert het niet. Ik ben hier anders. Ik leef mijn eigen leven en ze bekijken het maar. Hoe hoog de opkomst deze keer zal zijn in Zevenaar is nog even afwachten. Maar wat gaat er gestemd worden? Ja, wat denk je? Links. Ik moet nog even de stemwijze doen. Ik heb nog een paar dagen, begrijp ik. Dus ik denk dat het belangrijk is om te stemmen. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Radboud Universiteit. Zo noemde het college van bestuur vandaag de ontruiming van een door studenten bezet universiteitsgebouw door de ME. De studenten bezetten afgelopen maandag het gebouw omdat de universiteit nog steeds de banden met Israëlische instanties niet heeft verbroken. Vandaag sprak het college van bestuur met de medezeggenschapsorganen van de universiteit in een speciaal belegde vergadering over de acties. De studentenprotesten op de universiteit verdelen de Nijmeegse academische wereld tot op het bot. Please leave the building now. Deze studenten richten eerst een tentenkamp op om hun eisen om de universiteitsbanden met Israëlische instellingen te verbreken kracht bij te zetten. Afgelopen maandag bezetten ze een pand van de universiteit. Diezelfde avond nog is die bezetting door de ME gebroken en werden de actievoerders verwijderd. Het college van bestuur dat wilde vandaag niet voor onze camera reageren.
In de vergadering zei het college dat ze het een zwarte pagina in de geschiedenis van de universiteit vonden. Dat ze de politie op hun studenten hebben moeten afsturen. Maar aan het eind van de vergadering zeiden ze ook dat ze die optie nadrukkelijk open houden. Dat ze daar niet van af willen zien, mocht het nog eens een keer nodig zijn. Ja, dat heb ik hun vorige maandag ook verteld, dat ik het ook een zwarte pagina vind. Want ja, welke universiteit stuurt nou politie af op hun vreedzame demonstranten? Wij vinden eigenlijk dat ze werk moeten gaan maken van onze eisen. De studenten gaan dus door met hun acties om de universiteit te bewegen de banden te verbreken met de Israëlische instellingen. Het college kondigde vandaag aan dat ze wil dat er een commissie komt die die banden moet onderzoeken. Daar zijn we niet voor. Commissies zijn historisch altijd gebruikt door universiteiten om dingen te vertragen. En wij hebben al denk ik genoeg onderzoek gedaan naar die banden dat die niet oké zijn. Dus we hebben geen commissie nodig. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Zometeen kijken we mee bij een zorginstelling in Nunspeet. Waar zorgmedewerkers een vertaalgids gebruiken om met hun cliënten dialect te kunnen praten. En dat wordt gewaardeerd. Je moet hem maar nemen zoals het kunt. Ja. Ja. Wie spreekt het nog? Zwart niemand. De Nederlandse melkveesector wordt hard geraakt door de wijzigingen in de mestwetgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Het zou gaan om een verlies van ongeveer 30.000 euro per jaar. Dat is ongeveer een derde van hun inkomen. Melkveehouders kunnen door de nieuwe wetgeving veel minder mest kwijt op hun eigen bedrijf. En de kosten voor mestafvoer zijn ongeveer verdrievoudigd. Het gevolg is dat het aantal melkkoeien in ons land de komende jaren fors zal dalen. Een man uit Velp moet van de rechtbank 9 jaar de cel in. De 35-jarige was betrokken bij het opzetten en laten draaien van drugslabs in Didam, Wildervank en Gent. Hij zou daarin de leiding hebben genomen. En ook koks, lassers, chauffeurs en klusjesmannen hoorden vandaag hun straf. Volgens de rechtbank vormden ze met z'n allen een drugsbende waarin iedereen zijn eigen taak had. Wat betreft de criminele organisatie is de rechtbank veroordeeld dat uit het dossier naar voren komt dat tussen diverse verdachten sprake was van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband gericht op het produceren, verwerken en afleveren van synthetische drugs en het voorbereiden en bevorderen daarvan. Omwonenden van het kamp in Nieuw-Milligen bij Garderen kunnen vanaf vandaag bezwaren indienen voor de komst van een grote marinierskazerne. Er komen ruim 2200 mensen te werken. 130 bezorgde buren en belangstellenden bezochten gisteravond een informatiebijeenkomst over het plan. Vrees bestaat voor de bereikbaarheid van hun dorp en ze willen weten hoe het zit met de stroomvoorziening. Krijgt de nieuwe kazerne bijvoorbeeld wel een aansluiting, terwijl bedrijven in de regio daarop moeten wachten, is de vraag. De vele regen van de afgelopen maanden zit niet alleen de akkerbouwers dwars, maar ook de melkveehouders. Wim Bonestro heeft een melkveehouderij aan de rand van het Veluwemeer met zo'n 400 melkkoeien. En door het niet kunnen uitrijden van hun mest komt hij met overschotten te zitten en die zijn duur. Kortom, de regen nekt hem aardig. In het voorjaar dan moeten wij als veehouderij het land weer op. Er moet bemest worden, er moet gras geteeld worden. Dan is het toch ook wel wenselijk dat we weer een droge periode krijgen. Mestoverschot, die moet naar de akkerbouwer toe. Door het natte voorjaar zegt hij van joh, maar ik wil helemaal geen mest, of ik wil in ieder geval geen machines en trekkers op mijn land hebben, want ik jaag mijn hele land kapot. We hebben eiwitrijk gras nodig met heel veel energie. Doordat het nu zo nat is, kunnen we geen mest toedienen. Dus het gras is niet van die kwaliteit die wij eigenlijk willen hebben als melkveehouderij. Want de koeien vindt het gewoon niet meer lekker. Nee, het is, als we op een houtje moeten bijten, dat vinden we allemaal niet lekker. Uw stroomkelder, ongegeneerd gezegd, die raakt steeds voller. Dat wordt dus voor heel veel boeren wordt dat een probleem. Komende week lijkt het minder regen. Maar goed, het grondwaterpeil zal weer iets zakken moeten voordat we überhaupt, ondanks dat het misschien volgende week mooi weer is, misschien toch wel niet op die percelen kunnen komen. Elke goede boer heeft altijd wat te klagen, hè? Ja, maar weet u wanneer de boer het minst klaagt? In welke tijd van het jaar? In februari hebben we 28 dagen. Het is niet zo van wij vragen en God draait. Wij zijn als mensen allemaal zo bezig, eigenlijk bijna van God los, dat we zeggen we kunnen het allemaal zelf wel regelen. Er is er maar één die dat regelt en uiteindelijk komt het allemaal goed. Ja, platproten. Deze boer die deed het. En ik kan zelf nog een klein beetje achterhoeks. Maar steeds minder mensen spreken een dialect. En dat terwijl ouderen die nog wel een streekstaal spreken er baat bij kunnen hebben. Bijvoorbeeld in de zorg. Daarom is er nu speciaal voor zorgmedewerkers een vertaalgids ontwikkeld met de Veluwse streektaal. Met het dialectboekje in de hand bezoeken zij hun cliënten.
Ik ben Ellen, ik ben wijkverpleegkundige in Nunspeet. Nou, in de buurt wordt Veluws gepraat. Ik kan het half gebakken. Het verstaan gaat goed, maar het spreken gaat minder. Ik heb het Veluws zakboekje mee. Dus eigenlijk heb je hier hetgene wat Nederlands is en hier wat dan in het dialect is. Joehoe! Ja, hoe is het? Heel veel oudere mensen spreken nog streektaal. En als je in uw vertrouwde omgeving bent, in een zorginstelling bijvoorbeeld, misschien alles niet meer zo goed weet, verzorgd moet worden aan uw lief, dan is het juist fijn en vertrouwd als je in streektaal wordt toesproken. Je moet maar nemen zoals het kump. Ja. Ja. Dat zie ik net. Nou, daarom. Wie spreekt het nou nog? Zwart niemand. Je hebt zoveel import hier in Nunspeet. Wilt u er suiker in? Wil er suiker in? Ja, nou ja, dat ben je allemaal gewoon. In de Achterhoek zijn de zorgzakboekjes vorig jaar al geïntroduceerd. Die vinden gretig aftrek. Die merkt gewoon dat er echt aan een behoefte wordt voldaan door deur. En gelukkig bent ook heel veel mensen, zeker ook jongeren, wie het wil proberen. En dat is het ook. Je moet gewoon doen, hè, plat praten. Ik denk dat het voelt als iets eigens. Dat er gelijk iets van een klik ontstaat of zo. Dat je van, oh, hey, hallo. Ja, ja. Hoe zeg je in het plat eigenlijk, doei? Adieu. Nou, adieu. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja? Oké. Okay. Doeg. Joe. Ja, zelf ook nieuwsgierig geworden naar de Veluwse streektaal. Het boekje is gratis te bestellen bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem. Straks na het nieuws dan kunt u weer kijken naar de Week van Gelderland met Klaas Drupsteen. Ja, Klaas, jullie gaan het ongetwijfeld hebben over de Europese verkiezingen. Ja. Wat gaat er nog meer vertellen? Waar gaan jullie het nog meer over hebben? Ja, nou ja, Europese verkiezingen, om toch even mee te beginnen met politicus Bas Eickhout en een echte professor. Maar we gaan het ook hebben over paarden. Heb jij iets met paarden, Linda? Weinig. Weinig. Ja, nou ja, dan kun je dat onderwerp misschien overstaan. Maar misschien krijg je het ook wel juist door het gesprek dat wij gaan hebben over de Eper Vierdaagse, de paardenvierdaagse. Die is vanaf dinsdag in Epe, verrassend genoeg. We hebben Lies en Saar, die gaan hier optreden. Die hebben elkaar op de middelbare school in Culemborg leren kennen. Hebben prachtige stemmen. En Casper van Koten, die gaat zondag een datingfestival organiseren in Wageningen. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Hij is zelf ook druk aan het daten. En Irene, die staat achter de bar vandaag. Ja, dat en meer dus straks in de Week van Gelderland. Tot zover het Gelders nieuws. Op onze site het verhaal van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Op een industrieterrein in Doetinchem is deze gevonden. En gisteren is er daar ook al een gevonden. De bommen lagen op de plek waar vroeger de Nemaho spantenfabriek stond. Wat voor fabriek dat was en wat er is gebeurd, dat lees je op gld.nl. Ik wens u nog een hele fijne avond. Goedenavond. Een zeer natte meimaand eindigt vandaag. En de gevolgen daarvan, van al die regenval, zien we nog mooi terug in de natuur. Op heel veel plaatsen staat nog water op de weilanden, op de akkers en sloten en vennen zijn tot en nog toegevuld. En de komende dagen, ja, wordt het allemaal wel wat beter. Al ja, hebben we ook volgende week toch nog wel met licht wisselvallig weer te maken. Nou, vandaag zagen we vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak de zon ook even door die bewolking heen. En het bleef op veel plaatsen droog. Nou, inmiddels trekken er wel al een paar buien van noord naar zuid over onze provincie. En dat worden er vannacht en morgenochtend nog wat meer, want er trekt een buiengebied van noord naar zuid over ons land, waarachter het pas morgen in de loop van de middag langzaamaan echt droger begint te worden. Nou, zondag belooft dan best een aardige dag te worden. Nog wel onder invloed van die noordelijke stroming, maar dan is het op de meeste plaatsen droog met flink wat ruimte voor de zon. In de nieuwe week krijgen we dan weer met nieuwe frontale zones te maken. Vanavond valt er een enkele bui. Temperaturen daarbij rond de graad of 16. Maar komende nacht zien we dan dat de buiigheid in de loop van de nacht vanuit het noorden wat gaat toenemen. Op veel plaatsen wordt het dan af en toe nat. En de temperaturen dalen onder dat wolkendek niet veel verder dan gemiddeld een graad of 14. En ook morgenochtend verloopt dan wisselvallig. Verspreid over de provincie valt er een enkele bui. En dat geldt ook voor morgenmiddag. Maar dan breekt de zon tussendoor ook geregeld door. En met name in het oosten van de provincie kan het dan nog redelijk opwarmen naar zo'n 21 of 22 graden. De noordenwind maakt het voor het gevoel wel een stuk frisser, want die is stevig. Kracht 4 of 5 uit dus een noord- en later wat meer noordwestelijke richting.
Ja, dan zondag. Dat belooft een hele mooie dag te worden. Met vrij veel ruimte voor de zon en temperaturen van 19 of 20 graden. Na het weekend keert het wisselvallige weer terug. Elke dag kunnen er een paar buien vallen. En de temperaturen blijven rond de graad of 20 liggen. Ik wens u voor nu een mooi weekend.